Het Franstalig onderwijs leidt niet voldoende op tot tweetalige Brusselaars en daardoor komen die mensen bij ons. En in plaats van dan eens een diepgaande analyse te maken om te zeggen hoe gaan we de kennis van het Nederlands optrekken en het niveau in het algemeen verbeteren. In het Franstalig onderwijs gaan ze schieten op de Vlaamse gemeenschap die net volop bezig is met een denkproces om de zaken vlot te trekken. En dat is iets wat we absoluut onaanvaardbaar vinden. Het getuigt van een gezond boerenverstand dat de Nederlandstaligen in Brussel, die een minderheid zijn, dat geven we ook toe, dat die in het Nederlandstalig onderwijs geraken en dat die daarbij voorrang hebben op niet-Nederlandstaligen. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter en bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.